Mark Dek, zoals ik al zei, is innovatieconsultant bij Ordina Clockwork. En gaat u meenemen in de do's en de don'ts als je iets voor de Google Glass gaat ontwerpen. De do's en don'ts. Mark, it's up to you. Zo, welkom allemaal. We gaan het hebben over glas. Glas brengt nogal wat teweeg, hè? We lopen er twee rond. Ik ben net al eventjes aangeschoven bij Tjerjan en zat naast Brechtje. Het is al spannend om naar te kijken. Je zegt humanisering van de technologie, maar je hebt ergens een beetje het gevoel dat je met een cyborg, een half cyborg te maken hebt voor het eerst. Ik word er inderdaad, net zoals Ernst-Jan, Clupping, ontzettend enthousiast en nieuwsgierig van. Maar het roept veel op bij mensen. Jullie zijn hier allemaal. En nou, dit is een filmpje van afgelopen week. Hij is wat schokkerig. It's on video now. Het hoort erbij. Dit is een Glass Explorer in San Francisco. Ze was in een Molotov bar. En zij riep nogal wat op bij de bezoekers. Ze werd eruit geboelied. Ze hebben uiteindelijk ook de glas van haar afgenomen. Ze heeft hem wel weer teruggekregen. Maar het roept dus wel echt wat op. Want ja, zoals Huub ook al zei, er verandert zo ontzettend veel. De nieuwe ontwikkelingen komen op ons af. Ze zitten hier inmiddels. En dat is dus spannend. Het is mooi. We zijn allemaal nieuwsgierig. Daarom zijn jullie hier. Maar het is ook uitdagend. Maar, nou, zoals Huub ook al zei, we zijn best wel snel met z'n allen om dit soort dingen op te pikken. We hebben meer van dit soort innovaties gezien die in het begin magisch waren, waar we allemaal nieuwsgierig naar waren. Kijk maar eens in 2005 naar de inauguratie van de paus. En zoekt u de verschillen met 2013. Dus we pikken het allemaal heel snel op, hè, dit soort gadgets. Ze zijn leuk, ze zijn nieuwsgierig en als je ze goed inpakt, dan willen we ze allemaal hebben. Maar het is ook uitdagend. We kunnen er allemaal nog niet meteen heel goed mee omgaan. Deze mevrouw belt gewoon door, hè, terwijl de kindje daar valt. Ze is zo verbonden met haar iPhone, ze kan hem niet loslaten. Dus ja, met z'n allen moeten we nog echt wel wat mee gaan maken voordat we hiermee om kunnen gaan met dit soort nieuwe technologie. Voordat we er een plek voor hebben gevonden. En daarom hoor je vaak die vraag van, ja, maar is Google Glass naar de toekomst? Lopen we over 5 jaar allemaal met zo'n glas? Ik zou het niet weten, ik heb niet zo'n glazen bol. En om eerlijk te zijn vind ik het ook niet zo heel erg relevant, deze vraag. Google Glass is er. En hij gaat in ons leven komen, op wat voor manier dan ook. Wat u zichzelf zou moeten afvragen is, oké, nou, maar welke toekomstscenario's zijn er nou? En even die angst weglaten van, oké, ja, maar privacy dit, wat vinden mensen ervan? Accepteer het gegeven, hij is er. En wat is nou uw droom, hoe u uw organisatie zou willen meenemen in het verhaal met Google Glass? En op die manier, als u daarover nadenkt, dan kunt u dus onderdeel zijn van die beweging en misschien zelfs een beetje sturing geven op zo'n scenario waarin Google Glass misschien de toekomst is. Dus dat draait om innoveren. En innoveren is een creatief proces. Dat is hartstikke moeilijk voor veel mensen. Vaak omdat je ook vastzit in je dagelijkse beslommeringen. En hoe kom je vanuit daar naar een creatieve visie van hoe je moet gaan ontwerpen voor zoiets nieuws wat je misschien nog nooit hebt vastgehouden. Nou, vanuit ons innovatieperspectief zeggen we in elk geval één ding. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus als je wil kijken naar je competitieve voordeel uitgezet ten opzichte van de tijd, laat je dan eventjes mee varen met ja, de toekomstvisie die je kan maken voor zo'n Google Glass. Durf te dromen. Zet een heel big fat hairy goal neer en zeg van dat zou ik willen voor mijn organisatie met Google Glass. En vanuit daar kan je altijd terug gaan redeneren. Oké, maar wat kan ik daar nou echt mee? Wat is nou echt het doel wat ik wil bereiken? Nou, als je dat scherp hebt, dan kunnen we gaan innoveren. Dan ga je terugkijken naar waar staan we, wat hebben we, wat zijn de brokjes die we kunnen gebruiken. En reshape, make it happen. Nou, die visie, die is dus heel belangrijk. Beperk jezelf niet in je visie. Hier is een man met een visie, Steve Mann, the original cyborg. Dit is in 1977. De man werkt bij MIT en heeft sinds 1977 non-stop een computer op zijn rug gehad. Die was in het begin nog zo groot. En een scherm voor zijn gezicht. 1985, nou, dat ging zo verder. Zijn visie was, je ziet hem hier in 1999... Ik wil onderzoeken wat deze nieuwe technologie kan doen voor ons blikveld. Het is een academicus en zijn visie was heel erg technisch. Dus zijn visie was ook eindig. Namelijk, zijn visie is bereikt. We kunnen er iets mee, het is commercieel. Dus zijn rol is eigenlijk een beetje klaar. Dat is een beetje tragisch, want deze man weet hier alles van. Alles wat we net hebben gezien, die aanval op die mevrouw in die bar, dat heeft hij al heel vaak meegemaakt. Alleen het verschil is, zijn iTap versie 4 uit 1999, die zat verbonden met zijn schedel. Dus toen hij in McDonald's eruit werd gegooid en ze probeerden zijn bril af te nemen, dan was dat echt heel pijnlijk. En het heeft zelfs geleid tot zijn veeënstudie. Surveillance is het als Big Brother neerkijken op je publiek.
Daar voegde hij als eerste aan toe de little sisters die terugkeken. Sous-veillance, kijken vanaf onder. En wat hij daar vervolgens aan toevoegde was mec-veillance. Namelijk, als ik zelfs bij de kruidvat word bespied om te kijken of ik geen snoepjes had, mag ik dan niet met mijn cameraatje terugkijken naar jouw camera's? Nou, kennelijk niet, want het heeft hem dus nog wat fysieke pijn opgeleverd. Maar hij had een visie, die heeft hij waargemaakt. En nu zijn we hier met z'n allen aan het praten over Google Glass. En we hebben meer van dit soort visies gezien die magisch waren, die we waar wilden maken. Deze film hebben jullie misschien wel gezien, hè? Minority Report. En toen deze uitkwam, hadden we de meeste mensen, volgens mij hetzelfde, die nieuwsgierigheid van wauw, ik wil ook met mijn vingers beelden kunnen pakken, draaien, zoomen. Ik wil kunnen, ja, op een natuurlijke manier kunnen omgaan met die digitale media. Prachtig. Die technologie kan magisch zijn, maar als je daarin mee wil gaan, als je dat moment wil grijpen, dan moet je die magie ook koesteren. Dan is timing heel belangrijk en dan is de ervaring die je eromheen kan maken, die is heel belangrijk. En Apple heeft natuurlijk met zijn iPhone geweldig gedaan. En eigenlijk hebben ze die magie die in dit filmpje al zat, hebben ze aan ons gegeven. We kunnen opeens swipen er doorheen en in het begin vonden we allemaal spelletjes mooi dat je een biertje kon drinken met je iPhone of op een panfluit kon spelen. Onzin. Maar het gaat om die ervaring, om dat relevant zijn. En dus eigenlijk, nu we zover zijn dat we die technologie uit Minority Report echt na kunnen maken, daar staat hij, is de magie een beetje weg. Want ja, we kunnen het al, we hebben al het gevoel, dus het draait echt om timing en om de ervaring. En het draait om mensen. De humanisering van de ICT werd al eventjes genoemd. Het is zo belangrijk dat je eventjes loslaat van wat die technologie is en dat je na gaat denken over die Glass Explorer, uit het hoofd vanuit de Glass Explorer gaat nadenken. Wat betekent het nou echt als je met zo'n ding op je hoofd rondloopt? Ik sprak net eventjes met Tjerd Jan. Ik vond het sowieso al spannend om met iemand te praten die zo'n glas op had. Dus het verandert ook je gedrag. Niet alleen zijn gedrag, maar ook dat van mij, van mensen eromheen. Hij vertelde me dat hij eigenlijk niet meer door heeft dat hij hem op heeft. Dus zo natuurlijk voelt het al. Dat hij in het begin een beetje rondkijkt op straat of er geen ongure types achter hem aanlopen. Maar dat hij veel aanspraak heeft, veel nieuwsgierig, weinig negatief. Dus het draait om de mens en dat moet je ook bij alles wat je gaat ontwerpen voor Google Glass, daar moet je altijd mee van uitgaan, vanuit die mens. We zeggen wel eens dat organisaties tegenwoordig een beetje te gast zijn in het leven van mensen. Dus als jij wil gaan ontwikkelen voor Google Glass, moet je jezelf afvragen, hoe kan ik worden toegelaten in het leven van mensen? Want je zit heel dicht bij mensen op de huid, hè? Je zit heel dicht op die mens. Nou, dat doe je door echt onderscheidende ideeën te vinden. En die kan je vinden in allerlei kleine, alledaagse dingen. En door die net even iets makkelijker te maken of mooier te maken, kan je echt waarde toevoegen. Dus wat je eigenlijk wil doen, is het leven van mensen makkelijker maken, leuker maken, de magie vatten. Ik vind dit een geweldig voorbeeld van Little Printer. De technologie stelt niet zo heel voor. Het is een heel klein printertje met een RSS-feed. Die haalt wat informatie van het internet die jij leuk vindt. Maar het is een klein aaibaar dingetje. Hij print iedere keer zijn eigen gezichtje uit. En deze krijgt dus echt een plekje in mensen hun leven. Op de bureau, op hun werk, op hun bureau of thuis aan de tafel. Dat is hoe je, zeg maar, iets kleins maakt en echt introduceert in het leven van mensen. Want je moet heel goed nadenken. Zo'n Google Glass, wat ik net al zei, je merkt op een gegeven moment niet eens meer dat je hem op hebt. Het is echt intieme technologie. En daar komen heel veel ontwerpcriteria bij kijken. Je moet echt de details met hoe je dingen aan mensen laat zien, die moet je koesteren. Want als Google Glass één ding is, dan is het wel in your face. En zoals ik al zei, mooi, maar uitdagend. In your face, wat we eigenlijk nu mogelijk gaan maken, is augmented reality. Voor de mensen die niet weten wat het is, ik hoop de meeste mensen wel. Inmiddels, naar wat we hier al wat hebben laten zien, het toevoegen van digitale media in mensen hun gezichtsveld. Dus eigenlijk het verrijken van je fysieke omgeving met digitale media. Daar kan je heel ver in gaan. We begonnen eigenlijk met een blik van virtual reality. In de jaren 70 werd het al ontwikkeld, waarbij je echt volledig je beeld afsluit. Maar met augmented reality kan je de realiteit er doorheen laten komen. En dat is dus een van de vragen. Hoe ver wil je daarin gaan? Nou, dit is een visie van een Japanse architectuurstudent. ドーバヒットのミシン、ロデオボーイ、ルーモンで、新製品は全部左右の動き、上下、振り運。
Cup of tea. Fill kettle with 2 hot plates, 1 PG tips tea bag in a clean mug. Good. Now get the skim milk from the refrigerator. Hij schakelt hier eigenlijk tussen virtual reality en augmented reality heel makkelijk heen en weer. En hij maakt van zoiets simpels als het zetten van een kopje thee een ervaring. Niet een ervaring die ik zou willen hebben, maar hij maakt er een ervaring bij. Maar wat natuurlijk het belangrijkste is, wat bij mij naar voren komt, augmented reality, is helemaal geen augmented reality. Ten eerste, die digitale media zijn even goed in realiteit als die fysieke omgeving. Maar daarnaast het augmented, vertaalt verrijkte realiteit. Maar iedere verrijking die je in iemands zichtveld plaatst, is meteen ook een obstructie van zijn zicht. Dus denk heel goed na wat je aan mensen laat zien. En bedenk daarbij ook wat het perspectief van die persoon is die bril op heeft. En het perspectief van de mensen om hem heen. Je verandert het gedrag van mensen, dus dat is iets wat je altijd in moet prenten. En wees relevant. Dat is het allerbelangrijkste. Je zit zo dicht in mensen hun leven. Je kan mensen zo ontzettend een bord voor hun kop plaatsen. Dus op het moment dat jij ook maar iets doet waar mensen niet blij van worden, wat niet gemakkelijk is, waar de magie verloren gaat, dan heb je verloren. Dan heb je geen plek meer in mensen hun leven. Dan kom je er ook nooit meer in terug. Dus wat je moet doen, is kijken waar je middels glas echte relevantie kan vinden. Nou, er zijn al wel wat voorbeelden van. Okay, Glass, patient status. Okay, Glass, check vital signs, bed 4. Okay, Glass, increase SIVO 2%. Very cool. A young patient comes into the hospital with severe abdominal pains. Let's see what Google Glass can do. I'm gonna go check on the patient status. Okay. Okay, Glass, patient status. Looks like he's in OR6, ready in about 12 minutes. Perfect. Okay. If you have to turn away to look at the monitor, it makes it a little bit more difficult. If someone is that critical that you have to keep on looking, it's nice with one glance you can find that information again. Philips and Accenture envision this innovation providing many opportunities to support the complex tasks of healthcare professionals, both in the operating room and beyond. Okay, Glass, record picture in EHR. Hier is dus heel goed nagedacht over de context van de persoon die de bril op heeft, maar ook de hele zijn omgeving waar hij zich in bevindt. En waar kan je die verrijking nou op laten treden? Waar zijn nou de kleine dingetjes die iedereen toch al doet, die afleiden van wat je wil doen? En die proberen te verrijken. En dezelfde zien we hier vanuit een veel meer industriële insteek. Okay, Glass. Recognized part. Okay, Glass, engine status. Okay, bud, ready when you are. Okay, Glass, hair boroscope. Move right, move left. Hey, Jim? Yeah? Can you slow down a little bit? All right. Perfect, thanks. Dit is eigenlijk de klassieke case waarmee mensen augmented reality aantonen. Zeg maar, als je complexe handelingen moet verrichten waar je de kennis voor nodig hebt en die niet paraat hebt, dan kan zoiets werken. Kan je het herkennen van parts. Op deze manier kan je zelfs mensen in staat stellen om een eigen auto weer te repareren in sommige gevallen. Maar als het nou iets dichter bij de burger, we hebben het over de mens, hoe kunnen we nou in echte mooie alledaagse rituelen een beetje lol, een beetje magie brengen? Nou, daar hebben we ook een case bij. Okay, Glass, take a picture. Drove around the entire country, holding out for something new. Never seen anyone out there. All right, I'll see what else I can find. Looking down all the passing strangers, walking
Kort, dus ik ga hem even samenvatten. Als je wil ontwerpen voor glas, moet je dus heel goed nadenken over hoe mensen zich gaan gedragen met een glas en rondom mensen met een glas. Don't be a glass, hoor, die je vast al wel eens voorbij zien komen. Maar daarnaast, het gaat erom, we hebben nu dit moment dat iedereen nieuwsgierig is, dat we allemaal nog de magie voelen. Dus maak van alledaagse dingen weer iets magisch. Add a little magic. En daarnaast, het zijn de details waar het om draait. Koester die details en zorg dat je echt relevant bent van mensen. En daarnaast, pas op, Google Glass zit echt op iemands gezicht. Mind the face, that's it voor mij.